goedemiddag en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Zo had ik mijn video geopend, maar ik ben het beeld kwijt. Echt zo suf. Maar goed, vrijdagavond heb ik weinig gedaan, want jullie zagen het al in het eind van de weekvlog. Ik had vrijdag echt een beetje een off day. Ik ben nog wel eventjes online live gegaan op Instagram 's avonds samen met Suus. Daar heb ik niks van gefilmd, helaas. Dat was ik vergeten. Maar eigenlijk begint deze weekendvlog echt pas zaterdagochtend. En dat gaan jullie zien in de volgende beelden. Goedemorgen. Ik heb lekker uitgeslapen, zeg, deze zaterdagochtend. Het is 9:50. Ik ben al wel een poosje wakker, maar ik heb even de vlog van Suus gekeken in bed. En nog wat andere filmpjes en even Instagram. En dat is altijd wel lekker om je ochtend mee te beginnen, toch? Tenminste, vind ik. Nu ga ik lekker even een ontbijtje maken voor mezelf. En dan kijken wat deze dag gaat brengen. Ik moet sowieso boodschappen doen. Voor vanavond, want ik krijg natuurlijk visite. Maar ik heb sowieso ook nog wat andere dingen nodig. Dus die ga ik even halen. Ik moet de weekvlog editen. Want die moet morgenochtend online. Dus dat ga ik doen. En voor de rest gewoon kijken wat de dag brengt. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik heb lekker geslapen. Lekker uitgeslapen. Dus gaat helemaal goed komen. Zo, ik heb boodschappen gedaan. En die ga ik nu even opruimen. Dus dan kan ik jullie tegelijkertijd eventjes laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Even de vriezer open. En de koelkast open en mijn vinger ertussen. Laura en Roy die komen hier vanavond Wie is de Mol kijken zoals ik al zei. Maar ze komen ook gezellig eten. Dus daar heb ik dingetjes voor gehaald. Ik heb ook een halfje volkoren gehaald. Zoals ik jullie al eerder vertelde, is de bedrijfskantine bij ons heeft de prijzen verhoogd met 25%. Dus ik ga daar gewoon niet meer iedere dag lunch halen, want dat kost me gewoon veel te veel. Dus ik heb lekker volkoren brood meegenomen en beleg. Dat komen we straks ook nog wel tegen. En dan ga ik gewoon mijn brood iedere dag maken. Ja. Het is niet anders. Ik bedoel, zoveel moeite is het nou ook weer niet. Maar ik vond het altijd wel makkelijk om daar te halen. Maar ik vind het nu gewoon te duur worden. Ik heb gewone chips. Deze chippies, dat is Sky Mix. Die vind ik zelf altijd heel erg lekker. En nog een zakje uienringen. En die heb ik gekocht. Voor vanavond natuurlijk, maar ook mijn neefje komt morgen, mijn oudste neef. En die komt morgen gezellig met mij een video opnemen. En die lust ook vast wel een chippy. Een fles cola. Airfryer patatjes, deze waren in de aanbieding. Ik weet geen prijzen. Als jullie dat de volgende keer erbij willen, laat me weten. Dan kan ik dat de volgende keer regelen. Airfryer patatjes. Die gaan lekker in de vriezer. Dan pak ik gelijk even de rest voor de vriezer. Dan kan die weer dicht. Airfryer kaassoufflés. Of eigenlijk voor in de oven. Maar die kunnen dus ook in de airfryer. En kroketjes voor in de airfryer. Nou ja, daar komen we vast de maaltijd wel mee door. Eitjes gekocht. Lekker voor morgenochtend misschien wel. Twee flessen rosé. Want als de buurvrouw nog komt, drinkt die ook rosé. En mijn zus natuurlijk ook. Nou willen ze ongetwijfeld niet allebei een fles drinken vanavond. Maar ik heb altijd liever te veel dan te weinig in huis. Yakult. Die neem ik altijd. Iedere dag. Nou had ik zelf van de week al deze gekocht. Yogomilt. Maar ik weet niet of Laura en Roy dat ook lekker vinden. Dus ik heb ook gewoon nog mayonaise voor bij de frietjes. Dan heb ik kiprollade
En 30 plus kaas voor op brood. Want ja, er moet toch weer een beetje wat aan die kilo's gedaan worden. Dus laten we daar rustig aan mee beginnen. Door frietjes te eten vanavond. Nou ja, hè? We doen ons best. Komkommer voorbij de frietjes vanavond. Om er toch nog een beetje wat gezonds bij te doen. Ik heb lekker zalmstukjes met citroen en tijm voor op mijn maiscrackers zometeen. Voor de lunch. Bier voor Roy vanavond. En voor straks bij de lunch. En als het er nog overblijft voor morgen, optimaal. Nou, dat heb ik gekocht. En er zit nog een lege fles in. Die ben ik vergeten in te leveren. Die chippy doe ik even terug in de tas. Want daar heb ik nooit echt de ruimte voor om die in een kastje te doen. Dus die gaan gewoon terug in de tas. Koelkast dicht. En de tas stond op een stoel, dus die ga ik zo even terugzetten. Nou, dat waren mijn boodschappen voor vanavond en het weekend. En brood voor waarschijnlijk volgende week. Want ik werk maar 2 dagen. Dus sowieso is het voor 2 dagen meenemen. En dan kan ik er de rest van de week ook nog mee lunchen. Zo, ik heb een vlog in de upload staan naar YouTube. En ik heb net iets superleuks gedaan. Ik heb mijn Facebookpagina aangemaakt van Hoi, ik ben Bianca. Dus ga me daar volgen. De link staat onder in de beschrijving. En ook de link naar mijn Instagram-account staat in de beschrijving. Want daar probeer ik ook steeds meer te gaan uploaden. Ik zou het leuk vinden als je me daar ook gaat volgen. Ik ga daar ook nog wel eens live. En ik merk nu dat er toch nog heel weinig mensen dan dat zien. Wat op zich natuurlijk niet erg is, want als je het niet wil, moet je het niet kijken. Maar ja, ik zou het toch leuk vinden als ik dat wat vaker kan doen. En zo een beetje interactie met jullie zou kunnen krijgen. Dus als je het leuk vindt, volg me op Instagram. Hoi, ik ben Bianca. En op Facebook. Hoi, ik ben Bianca. Linkjes in de beschrijving. En dan gaan we elkaar daar zien. Ik heb visite. Hallo. We zijn er weer. En jullie hadden het al in de boodschappen filmpje gezien. Maar we eten lekker frietjes. En de tweede lading zit in de airfryer. En straks nog allemaal lekkere dingetjes erbij. Dus nou, eet smakelijk. Doei doeg, eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, we zitten er allemaal klaar voor. Proost. Hoppa. We hebben al onze punten ingezet. En volgens mij gaat het zo beginnen. Dus ik heb mijn boekje erbij gepakt. En dan hopen dat het helpt. Het gaat beginnen, jongens. Nou, we hebben het gekeken. En wie denk jij dat de mol is? Ik denk Evie. En wie is je favoriet? Sinan. En jij? Wie denk jij dat de mol is? Ik denk Robert. En wie is je favoriet? Mag dezelfde zijn, hoor. Ja, ik doe hetzelfde als Evelien. Oh. Sinan. En jij? Ik heb nog geen idee. Jij denkt er nog even over na. Nou, ik nog. Mijn favoriet is Peter Paul. Paul Peter. Rick Paul. Rick Paul. Vind ik leuk. En wie is mijn mol? Evie, denk ik, tot nu toe. Dus nou ja, we gaan het zien. Nou, dat was echt super gezellig. Ze zijn inmiddels allemaal weer naar huis. Van mijn molboekje is weinig terechtgekomen met al die visite erbij. Maar goed, ik heb me voorgenomen om de aflevering zodra het kan terug te kijken op mijn laptop. En dan ga ik echt eventjes grondig mijn analyses doen. Maar het was in ieder geval heel erg leuk. En ik ben blij dat het weer begonnen is. Ik zit er gelijk weer echt helemaal in. Pyjama aan. Welterusten. Tot morgen. Goedemorgen. Het is zondag vandaag. En ik heb lekker uitgeslapen. Ontbeten rustig aangedaan. Net even een doosje opgehaald die ik nodig heb voor de video die ik straks op ga nemen. Samen met Cas, mijn neef. Die komt hier vanmiddag naartoe en dan gaan we gezellig samen opnemen. En dan vanavond ga ik naar een vergadering van een skivereniging.
Dus dat zijn eigenlijk mijn twee dingen die ik vandaag ga doen. En voor de rest gaan we het wel zien. Maar ik dacht ineens, oh ja, ik moet de vlog nog even openen. Want het is nu al 11:30 of zo. Dus ik ben al wel een poos op. En eigenlijk al klaar voor de dag. Maar ik was dit nog even vergeten. Dus goedemorgen. Kijk eens wie er is. Hi. Stel jezelf even voor, want de kijkers hebben jou nog nooit gezien. Ik ben Cas en ik ben het neefje van Bianca. En ik kom vandaag een video opnemen met Bianca. Ja, we gaan een extra video opnemen. We gaan nog niet laten zien wat we gaan doen natuurlijk, hè, want nee. Dat blijft een verrassing. Dus wij gaan even aan de slag. Zo, Cas is weer weg. We hebben twee hele leuke video's opgenomen, al zeg ik het zelf. En hij vond het ook super leuk om te doen. Dus het is vast ook niet de laatste video die we hebben opgenomen. Dus nee, was echt super, super leuk. Nu ga ik de bende even opruimen. Zo, ik ga op naar Heemskerk, naar de vergadering. Ik neem de camera mee en dan ga ik wel zien of ik daar ga filmen. Het is al helemaal donker en zo buiten. Ik moet er om 7:30 zijn. Het is een uurtje rijden. Ja, het is nu 6:10. Ik ga zo om 6:00 naar beneden. Dan moet ik de auto nog in. Dan rij ik rond 7:30 denk ik wel weg. Misschien iets eerder, maar iets vroeger zijn vind ik nooit zo erg. Beter dan te laat zijn. En dan gaan we zien tot hoe laat. Dat maak ik ook niet al te laat, want ik moet morgen natuurlijk wel gewoon werken. En het is toch nog ook een uurtje terugrijden. Maar nou ja, ik heb de podcast van Wie is de Mol net gedownload. Dus die kan ik dan in de auto lekker luisteren. En dan het zal niet druk zijn op de weg in ieder geval. Zo jongens, ik ben weer thuis. Daar niks gefilmd, het was de gelegenheid er niet voor. Maar wel superleuk, want het was dus van de vereniging van gehandicapte wintersporters. Ik zit in de PR-commissie. En ik mag ook voor hun gaan vloggen. Dus later komt daar meer over, maar ja, heel veel zin in. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe dan je duimpje omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt, want het is volledig gratis. En dan zie ik jullie in een nieuwe vlog. Tot dan!